Hey, leuk dat je meedoet aan deze serie. Hoe schoon is eigenlijk de lucht die je inademt? Waarom is zwemwater geen drinkwater? Zitten er veel of weinig mineralen in de grond? En wat betekent dat allemaal? In de serie Smart Kids Lab kun je zelf gaan onderzoeken hoe gezond jouw buurt eigenlijk is. En ontdek je wat jij kunt doen om hem te verbeteren. Je gaat onder andere water, lucht, mineralen, aarde en temperatuur onderzoeken met zelfgemaakte meetinstrumenten. Smart Kids Lab is bedacht door Waag en ontwikkeld in samenwerking met Cinekit en het RIVM. En is gerealiseerd met bijdrage van Stichting Cultuur en Educatie en het Horizon 2020 Research en Innovatieprogramma van de Europese Unie. Het project maakt onderdeel uit van een Europees programma, Making Sense. Met Smart Kids Lab kun je met behulp van proefjes en zelfgemaakte sensoren jouw directe omgeving thuis en op school in kaart brengen. Zo ontdek je de mogelijkheden van technologie en wetenschap. Dit zelf je leefomgeving onderzoeken, meten, analyseren en in kaart brengen noem je ook wel citizen science of burgerwetenschap. Soms is citizen science in samenwerking met echte wetenschappers of onderzoekers. De informatie, ook wel data genoemd, die je verzamelt tijdens jouw onderzoek, geef je door aan de wetenschapper of onderzoeker. En zo help je bij het oplossen van een wetenschappelijke vraag of een probleem. Maar dit kun je ook gewoon zelf doen. Bijvoorbeeld door zelf je buurt te onderzoeken en alle data die je verzamelt op te slaan en te vergelijken met anderen. En vervolgens samen afspraken te maken over hoe je je buurt zou kunnen verbeteren. In deze Skills Dojo-serie ga je dus zuur meten. Hoe zuur is het water en de grond? Meet het zonder te proeven. Magisch en makkelijk met rode koolsap. Fijnstof meten. Fijnstofdeeltjes zijn zo klein dat je ze niet ziet, maar wel kunt vangen met een stukje karton en vaseline. Geluid. Hoe hard klinkt een geluid? Net zo hard als een brandweerwagen en had je dus beter je oren dicht kunnen doen? Meet het met een simpele app. De hoeveelheid mineralen in bijvoorbeeld water meten. Water bevat mineralen, zoals zout. Je lichaam heeft ze nodig, maar ook weer niet te veel. Hoeveel mineralen er in water zitten, kun je meten door er stroom doorheen te laten lopen met je microbit. En temperatuur onderzoeken. Met je microbit ga je de temperatuurdaling meten. Zo kun je bijvoorbeeld onderzoeken hoe snel een voorwerp afkoelt in de koelkast. Met je microbit leg je automatisch gegevens vast op een open log datamodule. Onder elke video vind je een lijstje met benodigdheden. De meeste dingen heb je gewoon op school of in huis. Voor twee missies heb je ook een microbit nodig. Heb je nog nooit met een microbit gewerkt, dan is het misschien verstandig deze video even te kijken. Daarin leg ik je uit wat een microbit is en wat je er allemaal mee kan. Bij bijna alle missies gebruik je ook een vergelijkometer. Met een vergelijkometer kun je jouw onderzoeksresultaten vergelijken met anderen. Op de site smartkidslab.nl vind je nog veel meer leuke en interessante meetinstrumenten om zelf te maken. Leuk dat je meedoet en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.